Jenny, dat gaat doen. Thema van vanmiddag. Ware bekering. Ja, kom je erop? Ja. Menigeen denkt, vandaag de dag, als ze zeggen dat ze christen zijn, en dat ze geloven, en naar de kerk gaan, dat ze een christen zijn. Maar, als jij in het kruis gaat slapen, dan wil niet zeggen van dat jij automatisch een auto bent of een auto krijgt. Dat zit er nog, hè? Wat zo lief. Dankjewel. Net zo min als dat je naar de kerk gaat, dat je dan een echte christen bent. Ben je echt bekeerd als je naar de kerk gaat? Ben je echt bekeerd? Geloof je echt in God? Geloof je dat Jezus Christus jouw redder is? Ook in de tijd van Jezus waren er heel veel die geloofden in God. Maar Johannes zegt tegen hen dat ze zich niet bekeren. En Jezus zegt, doet er nog een schepje bovenop. Die zegt van, autogroep. En dit is geen boodschap om te zeggen van, ik ben zoveel beter dan iemand anders. Iedereen moet zelf naar God toe, naar zijn eigen hart kijken, naar zijn eigen gedachten kijken. En kijken van hoe God over hem denkt, wat God van hem vindt, en of dat in lijn is met de Bijbel. We gaan lezen, best wel een hoop, maar eerst gaan we naar Ezechiël, hoofdstuk 18. Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat is er met u dat u dit spreekwoord gebruikt over het land van Israël? De vaders eten onrijpe vruchten. Onruip bedrijven en de tanden van de kinderen worden stomp. Zo waar ik leef, spreekt de Heere Heere, als u dit spreekwoord in Israël nog durft te gebruiken. Zie, alle mensenlevens behoren mij toe. We hebben het vanmiddag gezongen. Wij zijn van u. Dat hebben we vanmiddag gezongen. En hier staat, zeg God zelf. Zie, alle mensenlevens behoren mij toe. En als God zegt van alle levens, dan bedoelt hij alle levens. Ja? Dus niet alle levens exclusief ik. Jij hoort er ook bij. En dus heb je ook met God te maken. Dan is dat niet zo moeilijk, want wij hebben allemaal met God te maken. Ook al herkennen wij dat niet. Maar God heeft ons gemaakt. Alles wat je om je heen ziet, heeft God gemaakt. En de wetenschap doet er van alles aan om te maar te proberen te bewijzen dat God niet bestaat. Door een kader te maken waarin ze zeggen, je mag alles erbij nemen behalve God. Interessant, hè? Alleen, hoe kun je nou verklaren van dat een garage, een auto in een garage staat en die is gemaakt door een mens en dan zeg je, van je mag alles wat in die garage is, mag je gebruiken. Maar je mag niet gebruiken dat de mens het gemaakt heeft. Gek, hè? Maar daar zeggen we wel van. Dat doet de wetenschap wel met God. Je mag alles gebruiken. Behalve een verklaring van dat er een bovennatuurlijke schepper is.
Zie, alle mensenlevens behoren mij toe. Zowel het leven van de Vader als het leven van de Zoon, die behoren mij toe. En hier komt hij. En de mens die zondigt, die zal sterven. Zonde klinkt heel beladen, maar eigenlijk is het heel simpel. Zonde betekent je doel missen. En God heeft ons gemaakt op dat als schepsel, opdat wij hem zullen aanbidden. En als wij God niet aanbidden, dan missen wij ons doel. Zo simpel is het. En als je doel mist, dan zul je sterven. Ja, leuker kunnen we niet maken, mensen. God zegt, alle dingen behoren mij toe. Met alle, bedoelt hij dan ook, echt alle. En hier zijn de mensen heel goed in. En verder zegt hij, de weg van de Heer is niet recht. Wat zegt de mens? Ja, maar hoe kan er nou zoveel ellende zijn in deze wereld? En dat noem jij een goede God? Wij zijn nog ongeveer 2500 jaar verder, toen dit werd geschreven. Misschien wel 3000. Maar toen werd het ook al gezegd, hè? De wegen van de Heere zijn niet recht. Luister toch, huis van Israël. Mijn weg is niet recht, zegt God. Zijn niet veel eer uw wegen onrecht? Vaak gebeurt het dat wij onze eigen acties proberen te goed te praten. En dan zeggen van, ah ja, maar zo heeft God het niet bedoeld. Maar je hoeft geen Chinees of Hebreeuws of wat dan ook kennen. Je hoeft alleen maar het woord van God te geloven. En als God zegt van, ik ben een schepper van de hemel en aarde, dan is dat ook zo. En wat gebeurt er als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet? Daarom zal hij sterven. Hij zal sterven vanaf. Vanwege zijn onrecht. Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid, die hij gedaan heeft en recht en gerechtigheid doet, zal hij zijn ziel in het leven behouden. Hij kwam tot inzicht en bekeerde zich van al zijn overtredingen die hij gedaan had. Hij zal zeker in leven blijven. Hij zal niet sterven. Ook in het Oude Testament was het zo van, God spreekt de mensen aan via profeten, via boodschappers, via engelen. Mensen, bekeer je terug, bekeer je. Bekering is 180 graden om. Weg. Wij zijn geneigd om weg van God te lopen. Maar God zegt, draai om, loop naar hem toe. Maakt niet uit wat je verkeerd gedaan hebt. Ik ben bij machten om alles te vergeven. De goddeloze die zich bekeert. Dat wil zeggen, de goddeloze die God weer in rekening neemt. God doet het toe. Om zo maar te zeggen. Maar we zijn harde leers. Het huis van Israël zegt desondanks. De weg van de Heere is niet recht. Huis van Israël. Zijn mijn wegen niet recht? Vraagt God. Zijn niet veel eer uw wegen onrecht? Daarom zal ik u berechten, huis van Israël. Ieder overeenkomstig zijn wegen. Spreekt de Heere, Heere. Keer terug en bekeer u van uw overtredingen. Keer op keer wijst God de weg. Hij zegt keer op keer, bedenk je, ga terug naar mij. Beleid je zonde. Ga naar mij toe.
En ik zal u een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Dat is leuk, hè? Wij denken dat we het allemaal zelf moeten doen. Maar het is God die het doet. Ja, er was een... Ik heb vorige week een boek gelezen. En er kwam één opmerking in voor. En dat was, als je de King James versie van Colossians hoofdstuk 2 kijkt. Daar staat in van will worship. Oftewel, wij aanbidden onze eigen kunnen. Als ik maar dit doe, als ik maar dat doe, als ik zus, ik. Ik heb niemand nodig, ik kan het zelf. Maar hier staat, we kunnen het niet. God geeft nieuw hart. God geeft zijn geest. En met zijn geest kunnen we wel alles. Ik heb immers geen behagen in de dood van de stervende, spreekt de Heer, Heer. Dus bekeer u en leef. Johannes 3 hebben we ook vanmiddag over gedaan. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar even leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, want dat hij de wereld zou veroordelen. Zo zie je hier van dat God zijn woord een eenheid is. Dat is 500-600 jaar eerder geschreven. En Johannes die haalt het weer aan. God heeft geen behagen in de dood van mensen. Hij heeft ons geschapen omdat hij van ons houdt. Hij heeft van ons één eis. Dat wij hem aanbidden. En als wij hem aanbidden, dan hebben wij hem lief. Want dan staan niet ik sta op het middelpunt. Maar God staat op het middelpunt. Jezus staat op het middelpunt. Er is slechts één weg. En die weg heet Jezus. Wat de religie ook allemaal mag zeggen. Het is Jezus die zegt van, kom, volg mij. Het gaat erom van dat je een persoonlijke relatie met Jezus hebt. Heb je Jezus in je hart? Wordt er dan gezegd, ja, hoe doe ik dat dan? Nou, dat is niet zo moeilijk. Je gaat gewoon zeggen van, Heer, ik besef dat ik een zondaar ben. Heer, ik kan het niet alleen. Ik kan wel denken van dat ik een heel sterke, stoere kerel ben. En dat ik heel veel wilsvermogen heb. Maar er hoeft maar een heel klein beetje te gebeuren. Eén moment van onbedachtzaamheid. En dan word je boos. Of je snijdt iemand de weg af op de auto. Ja? Of je rijdt even door rood. Ja, al die kleine dingetjes. Opzettelijk of niet opzettelijk. Zorg ervoor van dat jij schuld hebt. En het maakt niet uit van of jij een moordenaar bent. Of dat je een snoepje gestolen hebt. Alles is zonde in de ogen van God. En er was maar één die rechtvaardig was. Oh, dat was God zelf. Daarom moest hij ook komen als mens. Maar wij konden zelf niet voor onze eigen zonde betalen. Want een ieder die geboren is, die is geboren met schuld. Een zonde ontvangen en geboren. Zegt David. Oftewel, na de zondeval is er geen mens die zonder schuld is. Leven met de Heilige Geest. Het is als ademhalen. Ademhalen, als je de schepping bekijkt, dan wordt een mens gemaakt en dan blaast God het leven in een mens. En het woord wat daarin staat, dat is ruach.
Ruach, dat is adem. Levensadem. De Heilige Geest, het Hebreeuws voor Heilige Geest, is Ruach HaKodesh. En daar komt dus ook adem in voor. Leven. Levensadem. En zo zie je van dat je de Heilige Geest nodig hebt om überhaupt te kunnen leven volgens Gods maatstaven. En door de Heilige Geest krijg je een totaal vernieuwd leven. Een nieuw leven. Niet een oude, maar een nieuw leven. Hoe zie je dat? In de natuur heeft God een heel mooi voorbeeld. En dat is met een rups. Een rups kruipt moeizaam door het leven. En er komt een transformatie, een verandering, een omkeer, een bekering, de wedergeboorte, zo gezegd, en er wordt een vlinder. En als je nou die vlinder ziet vliegen, dan is er niemand, kijk, een vliegende rups. En zo kijkt God ook naar jouw wedergeboorte lichaam. Hij zegt niet, kijk, een gewezen zondaar. Nee, hij zegt, kijk, een geliefd kind van mij. Dat is, als je wedergeboren bent, dan ziet God jou als een geliefd kind. Zo geweldig. En dat kunnen we zelf niet. Want wij kunnen God niet controleren. Hij kijkt naar ons. En hoe doet hij dat? Door de ogen van zijn zoon. Houd dat in gedachten, mensen. Van dat jij een nieuwe schepping bent. Schoongewassen, gereinigd, geheiligd door Jezus Christus. En als je dat in je hart hebt, en als je dat weet, en als je dat bewijst, dan weet je, ik mag tegen God zeggen, Abba, Vader, Abba. Er zijn zogenaamde christenen die geloven dat er veel manieren zijn om bij God te komen. Maar Gods woord zegt, er is maar één manier om bij de Vader te komen. En dat is door Jezus Christus. Ze geloven liever dat de wereld leert dan wat Christus leert. Wie heeft gisteren de inzegening van koning Charles gezien? Wat viel je op? Dat ze hem meer aan het aanbidden waren dan eigenlijk Jezus God. En wat viel je op aan de eed? Dat ze trouwens zweerden aan prins Charles en niet aan. Ook, maar er was nog een ding. Hij zweerde trouw of een beschermer van alle geloven. Ja. Ja. En dat is zo funest. Want oorspronkelijk zoals Queen Elizabeth gedaan had, die zwoer bescherming van het christelijke geloof. Ja. Maar nu is het dus alle geloven. In die trend zie je steeds en steeds meer. Van alles moet maar waar zijn. Maar er is maar één waarheid. En dat is Jezus Christus. Gestorven aan het kruis. Want daarbij mocht hij leven. Maar hij is er niet gebleven. Hij is er ook gestaan. En daarom mogen wij weten. Van dat hij voor ons bidt. Zegt hij ook in zijn woord. Hij bouwt een huis voor ons. Dan is hij al zo lang mee bezig. Het moet wel zo'n gigantische grote kasteel zijn. Ja, gouden straten. Ik vind kleinkens ook genoeg. Maar het moet zo gigantisch mooi zijn. En de woorden van de mens schieten tekort om dat te kunnen bevatten. En dat staat ons te wachten. Ware bekering impliceert dat er ook een valse bekering is. Oké. Alleen al het noemen van echt berouw houdt in dat er ook een vals berouw is. En wat bedoelen we daarmee?
Als ik nou bang ben om gepakt te worden. En ik zie dat overal bewakingscamera's staan in de winkel. Dus dan, mijn hart zegt van, hé, hey, ik wil, nou, wat zal ik zeggen, een mobiele telefoon. Noem maar wat. En kijk, ik om me heen. Nee. Waarom doe ik het niet? Omdat ik bang ben voor de consequenties van mijn daad. Maar ik doe het niet omdat mijn hart veranderd is van binnen. Als mijn hart veranderd is van binnen, dan denk ik er niet aan om die mobiele telefoon te stellen. Grijp het verschil? Sommige mensen hebben wel spijt van hun daden, maar alleen omdat ze gestraft zijn of dat ze gepakt zijn. En niet zozeer omdat het vanuit hun binnenste komt. Ook houdt het in van dat elke afhankelijkheid erkent dat je het snel niet kan. Als je het zelf kan, heb je geen Christus nodig. Alles wat we zelf kunnen, hebben we God niet bij nodig. Want dan heb je het zogenaamd weer over mijn eigen kunnen. Dan sta ik weer centraal. Ik kan zelf. Ik kijk maar eens. Ja? Trots. Dat was ook de angel van Satan. Hij was trots. Hij wilde God zijn. Hij wilde ook aanbeden worden. Dat is niet de bedoeling. Stel dat je heel goed kan verven en schilderen. Heel mooi. Dan heb je dat gekregen. Die gave heb je gekregen. En als jij die gave dan mag gebruiken om heen te wijzen naar God. Zo, met een mededeling van, en mensen, jullie mogen hiervan genieten, omdat God mij die gave gegeven heeft. Altijd heenwijzen naar God de Vader, omdat je het niet zelf kan. Ik heb wel eens gehoord van, als er iemand die dacht van alles te kunnen, maar die moest wel 8 uur slapen, s'nachts. En in die 8 uur dat je slaapt, heb je zero nakka invloed op de wereld. Dan moet je het overgeven. En wie zegt dat jouw bed dan ineens weggereden is? Ja? En jij sliep. Je had daar geen invloed op. Ja? Wij zijn zo afhankelijk, maar we denken dat we niet afhankelijk zijn. Het enige waar we altijd op kunnen vertrouwen, dat is het woord van God. Jezus is de waarheid. En zijn woord is de waarheid. En dan moet je altijd even oppassen wel voor vertalingen dat je leest. Er zijn heel veel vertalingen die zeggen van, die proberen de godheid van Jezus te ondermijnen. Als je denkt van, nee, dat weet ik niet of dat er wel staat, pak verschillende vertalingen, kijk of dat er werkelijk staat. Een ware bekering. Ware bekering is een permanente verandering van karakter en van gedrag. Volgens mij loopt het hier door elkaar. Ja, de twee zonen. Is een Jezus die spreekt en de fariseeën, de schriftgeleerden, die gaan naar hem toe en die vragen van hem van uit welke autoriteit doet hij wat? Maar wat denkt u, zegt Jezus, iemand had twee zonen, want Jezus spreekt heel veel met gelijkenissen. Iemand had twee zonen en hij ging naar de eerste en zei, zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei, ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging heen. En hij ging
naar de tweede zoon. En zei hetzelfde. En deze antwoordde: zie, ik ga, heer. Maar hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan? En ze zeiden tegen hem: de eerste. Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u dat uw tollenaars en de hoeren u voor zullen gaan in het koninkrijk van God. Er is nogal wat, hè? Ja, maar we zijn afgestudeerd aan de Theologische Hogeschool. Maar we moeten achteraan sluiten. Ja? Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid. En u hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem wel geloofd. Hoewel u dat zag, heeft u zich niet bekeerd. Nee, wij weten het beter. En heeft u geen berouw gehad. En dan gaat hij verder. Nee. Ligt hij een beetje door elkaar. Als wij naar de kerk gaan en wij zien mensen naar de winkel gaan, en we denken van, nou, die hebben God nodig. Misschien zijn die al wel. Die zijn er wel naar de kerk geweest. Je hoeft je niet beter voor te doen. Wat je moet doen is jezelf dienstbaar opstellen. Jezelf kwetsbaar opstellen. Jezelf goed opstellen in de ogen van God. En dan ben je niet beter dan iemand anders. En wat je wel moet doen is voor andere mensen bidden. En zeggen van, heer, zorg ervoor dat er iemand hem tegenkomt die van u getuigt. Laat de liefde van Jezus zien. Laat hem kenbaar maken, laat ze kennis maken met dat er een God is die van ze houdt. Want als wij laten zien van dat wij van Jezus zijn, dan hebben we maar één ding. Dat is dat we eensgezind zijn. Eensgezind moeten zijn. Paulus roept op in de brief aan de Filippenzen: als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoeligheid en ontferming zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen. Doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoelens. Dat is een oproep aan ons allemaal. Er zijn zoveel verschillende soorten denominaties. Maar als christenen horen we één familie te zijn. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat de nederigheid de een de andere voortreffelijk achter als zichzelf. Dat houdt in, misschien heb je wel ergens recht op, maar neem niet altijd je rechtmatige plaats in. Behalve als het om de waarheid van Christus gaat. Ja. Bekering is een terugkeer naar God. Berouw is een verandering van gedachten die leidt tot verandering van leven. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Als wij allemaal meegelijken op Jezus Christus, dan hebben we elkaar allemaal lief. Dan achten we de een uitnemender dan de ander. Dan zijn we dienstbaar. Ja, dan is het niet erg om iemand zijn voeten te wassen, om zo maar te zeggen. Kun je het voorstellen? De Zoon van God, God zelf, die gaat op de knieën en die was de voeten van zijn leerlingen. En misschien denken wij wel, ja, dat doe ik, wil ik ook wel. Maar niet bij Jantje en Pietje, want die heeft twee voeten. Ja? Dat lees je niet. De opdracht is heel simpel. Wees dienstbaar.
En dan heb de gezindheid van Christus in je. Want hij die, terwijl hij in de gestalte van God was, die heeft zijn godheid afgelegd. En hij is aan een mens gelijk geworden. Om te betalen voor wat wij zelf niet kunnen betalen. En toen hij dat heeft gedaan, tot aan de dood toe, toen is hij weer opgestaan uit de dood. En God heeft hem daarom bovenmate verhoogd. Opdat ieder knie zal buigen voor de naam van Jezus. En elke tong zal beleiden van het Jezus Christus, de Heere, tot heerlijkheid van de Vader. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals u in mijn aanwezigheid, maar veel meer in mijn afwezigheid. Wat wil dat zeggen? Als wij hier zouden zijn, ja, dan zijn we allemaal netjes aangekleed en we doen het allemaal netjes. Maar is het ook zo als je in je binnenkamer bent, als je op de slaapkamer bent, als je ergens alleen bent? Ben je dan nog net zo netjes? Want weet, je kan je niet verstoppen voor God. En als je dan over de schreef gegaan bent, weet dat God jou wil vergeven. Er is maar één eis. Ga naar hem toe. Zeg, Heer, ik heb er weer een zootje van gemaakt. Ja, praat zoals je bent, hè. Ik heb er weer een zootje van gemaakt. Ja, er wordt niks bij mij. Maar dan geloof je in 1 Johannes 1. Hij die zijn zonde beleden heeft, Jezus is bij macht om mijn zonde te vergeven. Proclameer dat over je leven. En weet dan dat je recht staat voor God de Vader. Op de grote dag, als hij terugkomt om ons op te halen. Want het is God die in u de werken in het willen implant. Niet jijzelf. Niet mijn vermogen, maar de Heilige Geest vermogen. Ergens staat, ik kan alle dingen doen door Jezus Christus die in mij woont. En daar wou ik het bij laten voor vandaag. Amen.